Hallo, ik ben Zunke en onze familie Rotenbergen is dit keer de gasthoofdredacteur van het Blad ter Suur. En ik laat jullie nu zien waar wij wonen hier op Gestuut Erlenhof in Bad Homburg. Onze buitenbak, hier trainen we meestal als het goed weer is. Daarboven wonen wij en hier is onze binnenbak. En nu gaan we even bij de jonge paarden kijken. Dit veulen bijvoorbeeld is nu een jongen van Vivaldi, die 3 jaar geleden ook hier als veulen zijn carrière bij ons begon. Hier is onze stapmolen. Al onze paarden gaan 3 keer per dag naar buiten. 1 keer worden ze gereden, 1 keer gaan ze op het paddock, op zand of gras. En dan 1 keer nog een half uur in de stapmolen. Hallo, ik ben Sammy en ik laat een beetje zien wat wij hier doen en hoe het allemaal uitziet. Daarachter gaan we altijd in het bos rijden met de paarden en met de ponies. En dan kunnen we mooi galopperen en draven en dat vinden ze heel heerlijk. En hier is onze nieuwe springpiste. Hier doen we springen en ook dressuurrijden. En het is heel mooi dat het direct naast de graspaddock zijn. Want dan kunnen de paarden die hierboven op het gras staan kijken hoe we trainen. En dat ze ook een beetje aan alles kunnen wennen. Kijk, hier hangt een Duitse vlag. Maar daar hangt ook de Nederlandse vlag. Bijvoorbeeld hier is dat favoriet. Favoriet is mijn Grand Prix paard. Met hem ben ik in Odense in de wereldbeker geweest. En tegenover van Favoriet staat mijn juniorenpaard, Geisha. En met Geisha ben ik op mijn 2e concours met haar al direct 2e geworden op de Duitse kampioenschappen. Hier is onze zadelkamer. Hier hangen onze hoofdstellen en die zadels. En daarboven hebben we altijd camera's. Dit zijn de stalplaatjes van onze ouders. En hier om de hoek zijn al die van ons. En we hopen dat er nog heel veel bij komen. Ja, dit is onze binnenbak. We hebben hier ook altijd een suikerklantje en appels liggen. Als de paarden klaar zijn met de training, en dan krijgt ieder paard een suikerklantje of een appel. Dit was de rondleiding. En, we hopen dat jullie het leuk vonden en dat jullie nu een beetje meer over ons weten.